De teleurstelling van bondskanselier Olaf Scholz was erg groot nadat het radicaal-rechtse alternatieve vuur Deutschland, AFD, de verkiezingen in de deelstaten Sachsen en Turingen won. Duitsland staat zowel politiek als economisch al voor enorme uitdagingen. Worden die nu groter, ook in Europees verband, en wat zijn misschien de gevolgen voor de Nederlandse economie? Bij ons is Duitsland correspondent Dirk Marseille en Europa correspondent Stefan de Vries. Goedemiddag beiden. Goedemiddag, meneer. Dirk, de stemmen zijn uh, allemaal geteld vandaag. Hoe is er gereageerd op de uitslag in het algemeen in Duitsland? Dat hangt er vanaf voor welke partij je bent. Als je kijkt naar de enorme winst van de Alternatieve Vuur Duitsland, uh, die door de inlichtingendiensten als rechts, uh, extreem wordt bestempeld, uh, dan was het een hele goede uitslag. Alleen die partij wordt door alle andere partijen uitgesloten van de vormen van coalitievorming. Uh, eh, dus die zal voorlopig in de oppositiebankjes uh, terechtkomen. En kijk je dan naar de andere partij, de grootste oppositiepartij landelijk, CDU. Die is tevreden, want die heeft in Zaksen uh, gewonnen. Is de grootste geworden met een nipte voorsprong op de AFD. In Turingen, duidelijk de tweede partij. Mm -hmm. um, en daar is tevredenheid. Kijk je naar de huidige regeringspartijen, landelijk. Heb je het over de Sociaaldemocraten, de Groenen en de Liberalen? Ja, dan zie je wel een enorme schrik. In eerste instantie door de grote winst van de extreemrechtse AFD in die beide deelstaat, Maar vooral ook ja, omdat ze zelf gewoon ontzettend slecht hebben gepresteerd. Soms zelfs helemaal verdwijnen uit de deelstaatpartijen. Ja, dus Olaf Scholz heeft een slechte 24 uur achter de rug. Nou, hij wist het nog te draaien door te zeggen, ja, het had nog slechter kunnen zijn dat wij als sociaaldemocraten ook uit de deelstaatparlementen zouden zijn verdwenen. Dus in elk geval zijn we erin gebleven. Um, en ze waren ook geen leidende partijen in die deelstaten. Maar ja, vanuit die mindset kun je natuurlijk alles uh, goed praten. Als je als bondskanselier zoveel zichtbaarheid hebt en aan de knoppen van het land zit en uiteindelijk, ja, uh, een grote nederlaag moet, moet leiden. Uh, ja, dan, dan blijft dat natuurlijk erg, zoals hij het zelf ook noemde, bitter. Ja, en Stefan, ja, dit past in een trend. Deze winst voor AFD zou je kunnen zeggen. Hoe wordt er dan in Europa op gereageerd? Ja, ik heb nog geen Europese reacties uh, gezien. Het is natuurlijk een regionale verkiezing. Uh, meestal uh, houden Europese politici zich verre van uh, reageren op uh, verkiezingen in lidstaten. Uh, maar het is duidelijk: dit past inderdaad in een trend uh, waarin extreem rechts. Uh, steeds meer stemmen haalt uh, knabbelt aan de macht van de gevestigde partijen. Mm. Dus het is, wat dat betreft, uh, niet echt een verrassing. Uh, het is meer ja business as usual zou je bijna zeggen als je kijkt naar de verkiezingen van de afgelopen twee, drie jaar over heel Europa. Ja, maar goed, de, ver, die verkiezingen in zo'n deelstaat of voor deelstaten, dat is toch ook een goede voorspeller voor de landelijke verkiezingsuitslag. Ja, de, daar ken ik de Duitse politiek niet goed genoeg voor. Het is, Turingen heeft maar 2 miljoen inwoners. Hè. Of je dat kan extrapoleren naar 85 miljoen inwoners van Duitsland, dat lijkt me sterk. Uh, het is natuurlijk wel duidelijk dat de Duitse regering, de, de boendesregering, uh, een, een groot probleem heeft. Omdat er uh, ook op, op links, uh, GroenLinks zit, of, of de, link, link, uh, de Groenen zitten ook in de uh, Duitse coalitie. Zelfs die hebben concurrentie aan hun eigen zijde. De nieuwe partij, uh, BSW, deed ook mee. Uh, ook die die won heel uh, uh, ja, toch flink en bestaat pas een paar maanden. Dus je mm. ziet dat die Duitse coalitie het ontzettend moeilijk zal krijgen als er nu een bondsregering zou zijn. Maar ik weet niet in hoeverre um, Turingen nou representatief is voor de rest van Duitsland. Je ziet ook een, nog steeds een enorm verschil tussen voormalig de DDR. En West-Duitsland ja. in, de, in de stem. Maar dat vragen dus dat, we dan uh, aan ja. Dirk. Dirk. In hoeverre is dat representatief? Wordt er nu ook uh, gedacht aan dezelfde soort uitslagen als er landelijke verkiezingen zijn? In de grote lijnen wel. Er wordt natuurlijk dan ook gevraagd van wat zijn de motivatie om te stemmen. Je ziet dat bij 60% van alle stemmers die uh, niet op regeringspartijen hebben gestemd. Dus bijvoorbeeld op die bund in die door Stefan werd genoemd. Maar ook op de AFD. Dat uh, zij zeggen ja we doen het als protest tegen het beleid van de landelijke regering. Nou 60% is dan natuurlijk best wel veel. Uh, tegelijkertijd um, wat, wat zijn de grote thema's? Gaat het over sociale zekerheid? Gaat het over migratie, criminaliteit en de economie? En inderdaad, ook over nog steeds bestaande grote verschillen tussen West- en Oost-Duitsland. Maar het is een mix. En juist die mix eh, zorgt ervoor dat, dat je wel over een heel belangrijk signaal kunt spreken voor de landelijke verkiezingen over een, over een jaar. Omdat het geen, eh, niet alleen lokale factoren zijn. Er wordt ook gevraagd naar ja, wat, wat wilt u dan op, op basis van dit beleid anders hebben. En dan wordt eigenlijk continu niet de partij die nu in de regering zitten uh, genoemd. CDU wordt wel. Wel heel duidelijk genoemd de grootste oppositiepartij. Juist vanwege kennis van de economie. En dat vertrouwen ook kiezers van de Alternatieve voor Duitsland het CDO uh, toe. Dus je kunt nu alvast wel zeggen op basis van deze uitslag dat landelijk het komend jaar, hè, dat is mm. natuurlijk altijd onder voorbehoud... Maar dat die grootste oppositiepartij, nu, de CDU, de Christendemocraten, ook weer uh, de grootste uh, worden. dan. En dan een coalitie kunnen gaan vormen. En dan kun je ook kijken hier weer naar lokaal. Hoe gaan ze bijvoorbeeld met Bundes Sarah Wagenknecht om? Uh, die? heeft Al gezegd voor een van de coalities: zodra het CDU wil dat er uh, middellange afstandsraketten uh, ter ondersteuning van Oekraïne richting Rusland worden geplaatst in Duitsland, gaan wij in geen enkele coalitie. Nou dan zie je al dat er meteen weer grote thema's die landelijk spelen ook door zo'n coalitievorming ja. op regionaal niveau landelijk invloed hebben. Ja. En die thema's die Dirk net benoemd, Stefan, ja, zijn dat de thema's waar in heel Europa op gestemd wordt? In Italië op Meloni, bij ons op de PVV, nu dan de AfD in Duitsland. Land? Nou, dat, dat Oekraïne een splijtswam is, dat, dat zie je in een aantal landen in Europa, niet overal, maar je ziet het bijvoorbeeld wel bij uh, radicaal of extreemrechtse partijen, uh, dat dat een, een belangrijk onderwerp is. Je ziet het ook bij de PVV, uh, die zijn ook niet echt heel erg enthousiast over het doorzetten van steun aan Oekraïne. Nou, druk wel, hè? Uh, ja, onder druk wordt alles vloeibaar. Maar goed, het is maar de vraag in hoeverre deze regering uh, in Nederland daar... Ja, het, het is een hele rare constructie. Dus op een gegeven moment zal het toch echt gekozen moeten worden. Um, je ziet uh, toch dat die steun een beetje afbrokkelt. Maar Europa-wijd is er nog steeds een groot draagvlak... voor uh, doorzetten van de steun aan Oekraïne... Maar dat neemt niet weg dat uh, Duitsland is na de Verenigde Staten, uh, als ik me niet vergis, de grootste uh, levert de grootste bijdrage aan uh, de steun in Oekraïne van Europa. Dus um, ja, het, ja. Het, het is een probleem waar politici in Europa mee te maken zullen krijgen uh, dat uh, de oorlog in Oekraïne ook hun nationale politiek gaat beïnvloeden. Ja, en Dirk, het gaat al niet goed met de Duitse economie. Hè? Daar hebben we elkaar al vaker over gesproken hier in de Daily Move. Die kromp in het tweede kwartaal, waardoor men steeds banger is geworden voor een recessie. Um, ja, is er al iets te zeggen over de impact van de winst van de AfD op de Duitse economie? Ja, zeker. Veel bedrijven die hebben zich daar ook voor de verkiezingscampagne over geuit... dat, dat uh, met het uh, economisch beleid van de alternatief voor Duitsland... de Duitse economie zou uh, krimpen. Hè. Ze zouden liever bedrijven sluiten dan bijvoorbeeld migranten uit het buitenland halen... om bedrijven draaiende uh, te houden. Mm. Uh, heel erg uh, op Duitsland gericht, waarbij uh, anti-EU uit de Europese Unie... Uh, als, het, als het aan hen ligt... Uh, dus uh, en wat je nu ook ziet in de reacties vanuit het bedrijfsleven, is ook in eerste instantie op lokaal-regionaal niveau gericht. Van ja, wie gaat er nu nog in Turing of Saxen? En dan in mm -hmm. Nederland kennen we steden zoals Leipzig of, of Dresden bijvoorbeeld, uh, Erfurt. Zou je daar nu dan gaan werken als je, als je in de IT zit of in de chipindustrie of in de logistiek en je kan kiezen uit locaties? Ga je daar dan nog wel naartoe? Hetzelfde geldt voor investeerders. Dus over de hele linie zie je ook nu dat men zegt ja, voor het oosten van Duitsland zo. Zo desastreus, is misschien niet een heel grote factor in de Duitse economie. Maar qua imago zou je natuurlijk mm. ook kunnen zeggen van ja, Duitsland nu, ja, nou daar in het oosten, hè, daar uh, is uh, met, met ruim 30 procent de alternatieven voor Duitsland uh, ja. actief, die eigenlijk het liefst alle migranten het land uit willen. Maar gaat het dan meer over de reputatie, inderdaad, of ook echt over beleid dat alternatieven voor Duitsland kan doorvoeren in die deelstaten? Nou ja, van tevoren was ook al bekend dat de Antifa voor Duitsland nooit in een coalitie terecht zou komen. Omdat ze uit wordt gesloten door de, door de andere partijen. Maar je ziet wel dat andere partijen natuurlijk standpunten van uh, de Antifa voor Duitsland uh, overnemen. Maar dat is niet zozeer op economisch terrein. Dat gaat er vooral om het beteugelen van uh, migratie, opvang van asielzoekers en het uh, bestrijden van de, van de criminaliteit. Het is uh, vooral uh, imago en mogelijk voor toekomstige investeringen. Maar dat is niet... Geen directe impact die bijvoorbeeld die 0,4% groei zoals de Duitse regering hem nu voorspelt. Direct gaat beïnvloeden. Het zou wel voor het komend jaar, wanneer er een prognose van 1% staat zou het kunnen beïnvloeden op de middellange termijn. Ja. En Stefan, Duitsland heeft drie dagen geleden nog een uh, nieuw migratie- en asielpakket aangenomen. Um, is dat van impact? En zo ja, hoeveel impact heeft dat op EU-beleid? Nee, niet per se. De Europese Unie heeft natuurlijk zelf een eigen migratiepact aangenomen, dat in principe door alle landen moet worden geïmplementeerd. Dat is natuurlijk ook een reactie op het groeiende succes van populistische nationalistische partijen. Maar een echt debat over migratie, waarbij heel veel termen overeen op één hoop worden gegooid, zoals vluchtelingen, arbeidsmigratie, noem maar op, mm. dat is er niet echt in Europa. De migrant krijgt van heel veel dingen de schuld, maar uiteindelijk ook Duitsland moet uh, toegeven dat het land uh, um, ja uh, gaat, gaat zeer gaat lijden onder de vergrijzing. Dat is nu al het geval. Als er geen migratie zou zijn, dan zou Duitsland ook al inwoners verliezen. Um, maar ja, een, een redelijk debat uh, met rationele argumenten uh, over migratie, over vluchtelingen, dat lijkt in deze tijden in Europa bijna onmogelijk. Ja, dat wordt dus als dat debat al wordt gevoerd, dan wordt dat op uh, lidstaatniveau gevoerd, maar niet Europees, bedoel jij? Nee, ik bedoel meer dat, dat in uh, heel veel Europese uh, hoofdsteden uh, waar uh, populistische partijen succes hebben, wordt gesproken over migratie. Maar ja, het, 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 het wordt. Uh, Stefan, je valt even weg. Debat. Het, Kun je de het laatste nog even ja, herhalen? Ik zei, in heel veel Europese landen wordt migratie gebruikt als een angstbeeld. Eh, terwijl dat toch eh, ja, echt een belangrijk, eh, rationeel eh, debat moet worden voor de toekomst van ons continent. Europa verliest de meeste landen in Europa, of het grootste deel van, van de landen, verliezen nu al inwoners. We krijgen te maken met enorme vergrijzing. En migratie is één van de mogelijkheden om die problemen uit de toekomst op te lossen. Maar ja, ik zei net al. In, in, geen enkele lidstaat is eigenlijk op dit moment een rationeel, rustig, uh, gewogen debat mogelijk over migratie, over vluchtelingen. Dus ja, het zal nog wel even in de mode blijven. zolang deze populistische partijen succes daarmee boeken. En niet alleen populistische partijen, natuurlijk ook uh, partijen op rechts, de middenpartijen, die nemen heel veel retoriek over uh, van uh, de populistische partijen. simpelweg omdat het werkt. Ja. En ja, je ziet nu ook weer de AfD, het succes van de AfD. Ik denk niet dat het heel langs zal duren voordat CDU, CSU ook uh, veel van hun taal zal gaan overnemen... uit angst voor verlies volgend jaar bij de federale verkiezingen. En zie jij die beweging dan al, Dirk, in Duitsland? Nou, wat ik interessant vind aan wat Stefan zegt, is dat, dat Duitsland. Ik heb één voorbeeld, misschien waarin een kentering zichtbaar is in dat publieke debat. Omdat uh, heel veel kiezers, blijkt ook weer bij deze uh, uitslagen, maken zich enorm zorgen over criminaliteit onder asielzoekers. Dus om definitiekwesties te vermijden, mensen die naar Duitsland toekomen omdat ze op de vlucht zijn voor oorlog en als vluchteling mogen worden betiteld en asiel aanvragen. Uh, wat is nu de link met criminaliteit? Uit de Duitse politie onderzoeken, daar werd nooit uh, de idee identiteit Van gecommuniceerd. Dus het was heel moeilijk om daar transparantie in te brengen. Uh, een van de Duitslands grootste deelstaten, Noord-Rijn-Westfalen, de grens met, met Nederland, heeft nu gezegd: daar willen we van af. We willen dat gaan publiceren zodat het voor iedereen ook duidelijk is uh, wat de etniciteit is van uh, uh, criminelen. Hmm. En daaraan zie je ook wel dat, dat, er, dat er wel over na wordt gedacht, dat er wel initiatieven zijn. Maar ik ben het ook met Steven eens dat dat niet binnen een jaar gaat ver veranderen. Um, en, en nog steeds dat inderdaad ook alle partijen. Rechts opschuiven, omdat ze zien dat het electoraal succes is. Ja, daar heeft. is winst te behalen. Ik, ik dank jullie wel, Duitsland correspondent Dirk Marseille en Europa correspondent Stefan de Vries.